Mijn naam is Marloes, ik ben 55 jaar, ik kom uit Lelystad. Toen ik begon met mijn Philodes-avontuur, toen was er eigenlijk weinig tot niks te vinden over wat het inhield en wat de prognose was of wat er aan behandelingen te verwachten was. Ook de verpleegkundigen bij de bestralingen die vroegen aan ons van wat voor tumor het eigenlijk was, want die waren ook aan het zoeken geweest en die konden ook niets vinden. Er was geen patiëntenvereniging. De borstkankervereniging, ze hebben aangeklopt, daar was ook eigenlijk weinig over bekend. Uiteindelijk is mijn man zelf informatie gaan verzamelen en artsen aanschrijven om te kijken of hij daar meer kon vinden. Dat heeft geresulteerd in een website. En we zijn ondertussen aangesloten bij de patiëntenvereniging van de sarcomen in Nederland. Mede door het contact met de arts uit het de AVL, Antonie van Leeuwenhoek. In Amsterdam, dokter Frederik van Duinhoven, zijn we een heel eind verder gekomen. De website staat en we mochten deelnemen aan de, het inrichten van de richtlijn borstkanker, waar nu ook de Philodes in vertegenwoordigd is. Waardoor je dus een uniforme richtlijn, plan van aanpak voor artsen die te maken krijgen met Philodes. En ook voor patiënten, dat ze kunnen zien wat ze kunnen verwachten eventueel.